Carol Com zet zich al jaren in voor het welzijn van vrouwen. Momenteel is zij bezig met een doorgangshuis voor vrouwen. In dit doorgangshuis zullen vrouwen met diverse persoonlijke problemen opgevangen worden. Met een doorgangshuis voor vrouwen bedoelen we dat we, althans we starten binnenkort met onze doorgangshuis, is de bedoeling dat vrouwen die in een bepaalde situatie verkeren, hier kunnen komen voor tijdelijke verblijf. Je kan minimaal 3 maanden, maximaal 9 maanden blijven. En het is niet zo dat je gewoon komt, je woont en je gaat weer weg. Tijdens je verblijf hier werken we aan de vorming, aan die minpunten, om je uit je probleem te halen. Het heeft geen zin dat je komt en daarna weggaat en daar hebben we je toch niet geholpen. Dus terwijl je hier bent, kijken we naar mogelijkheden hoe we je verder kunnen helpen, zodat we je weer kunnen loslaten in een gezonde maatschappij. Je hebt vrouwen die zwaar mishandeld worden. Ze accepteren het alleen omdat ze geen andere plek hebben om te gaan. Zo heb je vrouwen die misbruikt worden, ook kindermisbruik. Hun kinderen worden misbruikt. Ze moeten meewerken aan incest en aan verkrachtingen alleen maar omdat ze zwak zijn, financieel afhankelijk. En ook daaraan willen we een einde brengen. Dus het verschilt echt van probleem tot probleem. Maar ik heb 2 van de meest belangrijke situaties aangekaart waarmee ik haast elke dag te kampen heb. Het was mijn initiatief nadat ik in contact kwam met vrouwen met verschrikkelijke problemen. Heb ik in eerste instantie een woning gehuurd om 3 vrouwen. Het begon bij 1 en daarna had ik 3. Ik heb een woning voor ze gehuurd en ze moesten het onderling verdelen. En ik heb nog steeds contact met ze. Ik probeer ze weer op een rechte spoor te krijgen. En nadat ik zag dat veel meer mensen of veel meer vrouwen me contacten, ben ik toen op zoek gegaan naar sponsoren en een deel ook zelf gedaan. Ja, zo kwam het. Naar zeggen van Carol is de behoefte voor zo'n doorgangshuis groot. Het is inderdaad een bestaande woning. Het wordt verdeeld in nog meer kamers, want die bovenruimte is heel erg groot. Maar je hebt daar maar 2 kamers. Dus los van de woonkamer waren er maar 2 kamers, dus we zijn daarmee bezig. Beneden gaat onze kantoor komen, beneden zijn er ook al kamers. En we gaan het proberen om te zetten in een redelijke opvang. Ik ben zwaar bezig met mijn sponsoren. Tot nu toe staan ze in voor de kosten. Want zoals ze zelf zei, als een vrouw niet werkt, kan ze het niet betalen. Snap je? Snapt u? Dus we zijn bezig. Indien een vrouw wel werkt, en meestal hebben ze heel veel schulden, dan gaan we op zoek naar mogelijkheden verder om die schulden tot 1 grote schuld te maken. En dan heeft ze dan 1 bedrag welke ze gaat aflossen. Als die vrouw niet werkt, gaan we kijken in hoeverre we er kunnen scoren om ondernemer te worden. Dat wil niet zeggen dat ze gaan werken voor ons om hun gelden af te staan. Maar mijn sponsoren, ik heb heel veel reacties ook gehad van mensen die willen doneren, voeding willen doneren. Ik ben ook bezig te kijken wat de overheid voor me kan betekenen. Qua subsidies misschien van stroom en water, waardoor het die vrouwen dan veel beter uitkomt. Ik doe inderdaad heel veel voor vrouwen. Ten eerste omdat ik zelf ook vrouw ben. Ik heb zelf ook een heleboel moeten doorstaan. En gewoon om het feit dat ik haast elke dag in contact kom met vrouwen die, ja, ze hebben allemaal een heel verhaal achter zich. En ik voel me geroepen om het te doen. Kijk, als je
dagelijks met situaties wordt geconfronteerd, dan wil dat zeggen dat je er iets mee moet doen. Toch? Het is de, wanneer men je iets vertelt of wanneer men naar je toe staat met hun problemen, zien ze een oplossing in je. En het zou zonde zijn dat men elke keer naar je toe komt en hun problemen met je bespreekt en je alleen maar luistert en zegt, oké, het komt goed. Dus ik ben misschien een beetje te dapper. En ik heb toen de voortouw genomen van, weet je wat, als zoveel vrouwen je vertrouwen en oplossingen in je zien, dan moet je er werk van maken. Dus ben ik maar ermee gestart. De opening van het doorgangshuis staat gepland voor eind maart. Er zullen 9 vrouwen opgevangen kunnen worden. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur biedt jaarlijks kandidaten de gelegenheid om deel te nemen aan het staatsexamen. Het gaat om de staatsexamens eind VWO, eind HAVO en eind MULO en het staatsexamen toelating VWO, HAVO, NATIN. Het examenbureau is de autoriteit als het gaat om staatsexamens. Kandidaten moeten zelf komen voor de inschrijving en voor informatie. Voor begeleiding mogen ze overal naartoe, maar laten ze letten op malafide begeleiders. De geldigheidsduur van het examen is 3 jaar. Dus de kandidaten hebben 3 jaar de tijd om hun diploma te behalen. Als het niet is gelukt binnen 1 jaar, hebben ze dan nog 2 jaartjes de tijd om de rest af te ronden. De vrijstellingen die blijven dan geldig. De toelatingseisen om deel te kunnen nemen aan het staatsexamen eind HAVO zijn het volgende. U bent 16 jaar of ouder. U heeft een MULO-diploma of daaraan gelijkgesteld diploma. Ook als u zeg maar al op een HAVO-school gezeten heeft en heeft het jaar helaas niet gehaald, kunt u ook de cijfers meenemen naar het staatsexamen. Belangrijk is wel dat de cijfers 3 jaar geldig zijn. Zo ook de cijfers van het staatsexamen eind HAVO. U heeft dus de kans om binnen 3 jaar het diploma eigenlijk te behalen. Personen die willen deelnemen aan het staatsexamen eind VWO moeten de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en moeten in het bezit zijn van een HAVO-diploma of een daaraan gelijkgestelde diploma. Ook degenen die in de 5e klas van het VWO hebben gezeten en wegens omstandigheden de school vroegtijdig hebben verlaten, ook die worden toegelaten tot deelname aan het staatsexamen eind VWO. Het staatsexamen eind VWO biedt de mogelijkheid om een VWO-diploma te verwerven, als ook om cijfers op te krikken die mogelijk van invloed kunnen zijn op de vervolgstudie. Belangrijk is dat zo'n persoon of kandidaat niet ingeschreven mag staan op een VWO-school. Het staatsexamen eind MULO biedt 3 mogelijkheden. Een kandidaat kan deelnemen aan het examen eind MULO toelating VHN. VHN staat voor VWO, HAVO, NATIN. Alleen eind MULO of alleen toelating VWO, HAVO, NATIN. De kandidaat moet dan wel 16 jaar zijn of ouder, met uitzondering voor toelating VHN. Hij of zij moet in het bezit zijn van een gelooggetuigschrift of een door het MINOC gelijkgesteld getuigschrift. Of moet voor dit schooljaar niet ingeschreven staan als een kandidaat voor avond MULO. Kandidaten die zich opgeven om deel te nemen aan het staatsexamen zullen aan zelfstudie moeten doen. Zij mogen het volledige examen of een deelexamen afleggen. De aanmeldingsperiode voor dit jaar loopt tot 31 maart 2020 en de aanmeldingsformulieren kunnen opgehaald worden op het examenbureau aan de Jesserunstraat